Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering van What's Up. Mijn naam is Cheryl Van Eer en ik ben er weer om aan jullie te vertellen what is up. Nou, dit was een beetje een korte week. Ik moet zeggen, het voelde niet echt heel kort aan. Maar het was inderdaad een korte week, want we hadden Chinees nieuwjaar afgelopen dinsdag. En ik hoop dat jullie dat ook op een hele leuke, rustige manier hebben kunnen vieren. Ik hoop dat je Chinees hebt gegeten. Ik hou echt van Chinees eten, dus ik heb wel Chinees gegeten. Het is natuurlijk leuk als je dus zo die dag kan vieren. En ik zei het al de vorige keer, ik ben Chinees. 1/4 Chinees. 1/8 Chinees wil ik zijn. Ik weet het niet zo zeker. Dus ik was sowieso like, dit zijn mijn roots. Ik moet Chinees eten eten. Het was leuk. Ik hoop in ieder geval dat jullie ook hebben genoten van deze Nationale Vrijdag. En dat jullie dus weer met heel veel moed de week verder zijn gegaan. Inmiddels is het al donderdag en morgen is de laatste dag van deze werkweek. Dus dan kunnen we weer uitkijken naar het weekend. En ik weet dat iedereen van het weekend houdt. Ik hoop dat je ready bent, want we gaan dit weekend ook weer hele leuke dingen doen. Of laat me het zo zeggen, ik ga je vertellen waar je dit weekend naartoe kan gaan om hele leuke dingen te doen. Ja. Er zijn nog andere dingen die ik je ga vertellen in deze aflevering van What's Up. Want tegenwoordig, met de prijs in de winkels, als ik kijk naar alles wat er gebeurt om ons heen. Iedereen heeft zoiets van, nou, als ik een manier heb om wat meer geld te verdienen. Als ik een manier heb om een bijbaantje te hebben. Of misschien zelfs een eigen onderneming te starten. Nou, dan wil ik dat wel doen. Dan moet je zeker afgestemd blijven tijdens deze aflevering van What's Up. Dus ik zou zeggen, sit back, relax, blijf gewoon eventjes afgestemd op ATV kanaal 12.1 voor deze nieuwe aflevering van What's Up. I know you root for you go underground. Ya basi ye, this is one. Ya basi ba, it's me. Adi shefi, ano smanga ye. Say it ring, this is one. A cracker. En een prachtig, en die zien moet erin. Iedereen, jong en oud, oud en jong, de slapkinder, die zien drie. Coming soon, exclusive on ATV Networks. Nou, deze week gaan we dus horen over een organisatie die bezig is om Surinamers. Ja, ik wilde zeggen Surinaamse jongeren, maar niet alleen Surinaamse jongeren. Eigenlijk iedereen die een beetje vooruitgang teweeg wil brengen in Suriname, of die wil proberen om Suriname vooruit te brengen, die is dus eigenlijk welkom bij deze organisatie. Naast mij heb ik mevrouw Monique Schulz en die gaat ons een beetje meer vertellen over deze stichting. Welkom in de studio, mevrouw Monique. Hartelijk dank, Cheryl. U gaat ons vertellen over de stichting Father Mother Figure. Dat klopt. Ik denk dat een heleboel mensen die kijken misschien de stichting nog niet kennen. Dus misschien kunt u even in een nutshell vertellen wat de stichting is, wanneer ze zijn begonnen en wat ze allemaal doen. Wil ik natuurlijk heel graag doen. De stichting Father Mother Figure is een stichting die is gestart in Nederland in 2012. De visionair is meneer Henk Redmond. En nadat hij is begrepen naar Suriname, is hij in het jaar 2018 ook begonnen om de stichting hier eigenlijk leven in te blazen. Wat we doen is eigenlijk door jongeren coachen tussen de leeftijd van 8 tot 18 jaar. En dat doen we door middel van vrijwilligers, goede rolmodellen in de samenleving die de jongeren kunnen helpen uit de malaise. Ze worden voorgedragen door de school of door de ouders of door organisaties waarin ze zitten. En we kunnen zeggen dat we tot nu toe heel wat successtories hebben. We coachen ongeveer 40 jongeren per jaar. En de stroom is dit jaar heel veel toegenomen. Dus we hebben echt behoefte aan heel wat meer coaches. Oké. En als er mensen zijn die denken van, nou, ik zou misschien ook zo'n jongere willen coachen. Ik zou graag deel willen uitmaken van de stichting. Om een verandering te brengen in het leven van een jongere. Hoe zouden de mensen contact met jullie kunnen opnemen? Nou, we kijken heel graag naar ze uit. Ze kunnen contact met pakken op het nummer 757-3898. 757-3898.
En dan komt u in contact met iemand van de stichting die u dan verder helpt. Geweldig. Het mooie daarvan is, als ik even nog door mag gaan, is dat de coaches, u krijgt een training. Mm-hmm. Dus u woont niet gewoon in het veld, maar u krijgt een training die niet alleen maar... voordeel is voor de coachie, maar ook voor uzelf, voor je persoonlijk leven. Klopt. Nou, helemaal. Dus dat wil zeggen, het is een win-win situation. Zeker dus mocht weten. Het zijn dat je denkt van... Nou, ik wil toch eventjes luisteren wat ze allemaal doen en hoe ik een bijdrage kan leveren. Maak even contact. Maar u bent niet gekomen om alleen coaches op te roepen. Nee, u bent voor iets groters gekomen, als helemaal. Ik het zo mag zeggen. Waarvoor bent u precies hier in de studio? Ik ben vanmiddag hier zo om de nieuwe start van de ondernemerschool, namelijk de vierde keer dat we dit zullen doen, te promoten. En we starten op 1 maart van dit jaar. En de inschrijvingen zijn vanaf nu open. Okay. De kosten voor deze training zijn 5000 SRD. Het zijn 10 dinsdagen van 2 tot 5 uur. En u heeft daarna ook nog een week coaching. U krijgt les via de e-learning. Het zijn online lessen. En we hebben heel wat successtories van mensen die Race Ondernemerschool hebben doorlopen en nu eigenlijk hun business naar een hoger niveau hebben kunnen tillen. U vertelde me dat er al heel veel successtories zijn van mensen die de eerdere ondernemersscholen, of tenminste de cursus hebben gevolgd van de ondernemersschool. Dit is thans de vierde. Als er één verhaal is dat echt naar buiten springt, waarvan u zegt, nou, dit is echt een pakkend verhaal, wat zou dat zijn? Oké, een pakkend verhaal bijvoorbeeld iemand van wie ik recentelijk heb gehoord, is dat hij een broodjeswinkel heeft in de stad. En door de training en door zijn contact met zijn coach heeft hij eigenlijk ontdekt dat het goed voor hem zou zijn om naast gewoon via de balie te verkopen nog een drive-thru te maken. Ah, okay. En hij heeft het nu kunnen installeren en hij heeft zelf aangegeven dat de omzet is toegenomen. Simpel, maar toch nog heel erg, hoe moet ik zeggen, vooruitstrevend en een hele grote vooruitgang voor, je zou het niet denken bij een broodjeswinkel, klopt, zo'n drive-thru. Klopt. Nou, inderdaad, heel erg innovatief. Klopt. Als er mensen zijn die kijken en zeggen, nou, ik ben geïnteresseerd, maar ik heb nog geen onderneming. Ik heb eigenlijk nog niet eens echt een plek waar ik naartoe moet gaan. Ik heb alleen maar een idee. Kunnen die mensen zich die ook inschrijven? Die zijn zeker van harte welkom. Ik sprak vandaag nog met iemand die ik probeer te interesseren voor de school. En zei van, frappant, ik zit soms vaak met zoveel leuke ideeën, maar je doet die extra stap niet. En dat is deze gelegenheid die we u bieden, om die extra stap te maken, dat we u die boost geven. Want vaak denk je van, ja, business, je hebt zoveel ideeën van, hoe ga je je kosten moeten berekenen? Dat alles krijg je tijdens de training. Okay. Je leert een businessplan vast model opzetten, je leert je businessplan opzetten, het financieel plan, hoe je je kosten moet gaan beheersen, zodat je business eigenlijk op een professionele manier gaat runnen. Maakt nu uit wat u doet. Als u gewoon bent begonnen in de keuken om koekjes te bakken of zuurgoed, til het naar een hoger niveau. Suriname heeft ondernemers nodig. Inderdaad. Maar misschien zijn er al mensen die inderdaad al zuurgoed verkopen, maar zeggen van, nou, ik doe het eigenlijk nog een beetje op kleine schaal. Ik wil het vergroten. Zijn die ook welkom? Die zijn van harte welkom. Ook die zijn van harte welkom. Oké, nou, en ook die zullen er zeker baat bij hebben. Als je dus nog maar een idee hebt, of als je al bezig bent, ben je dus van harte welkom op de vierde editie van de ondernemersschool. Misschien kunt u nog even de details even doorgeven. Wanneer begint u? Wanneer begint het? Wanneer moeten we tot wanneer kunnen de mensen zich registreren? En natuurlijk ook, wat zijn de kosten en hoe moeten die betaald worden? Oké, de ondernemerschool start op 1 maart. Het zijn dan 10 dinsdagen van 2 tot 5 uur elke middag. U wordt beleefd gevraagd om afgebruik te maken van uw computer of uw laptop, omdat het niet gaat lukken om het via uw telefoon te volgen. Er zijn oefeningen die u gaat moeten maken. De kosten bedragen maar 5000 SRD. En het is de investering die u doet in uzelf. Het rendement blijft toenemen. Dus ik zou u aanraden van investeer in uzelf en breng dat offer. En u kunt contact maken via het nummer 757-3898. En dan krijgt u alle verdere informatie die u nodig heeft. Geweldig. Nou, mevrouw Monique Schulz, heel hartelijk bedankt dat u bent gekomen. We wensen u heel veel succes natuurlijk met deze ondernemersschool. Maar natuurlijk ook met alles dat u doet binnen de stichting Father Mother Figure. En we hopen dat we ook wel na de ondernemersschool mogen praten met iemand die heeft meegedaan aan de ondernemersschool. Om hun ervaring te delen. Nemen we zeker mee hier naartoe. Heel goed. Dank u wel en een fijne dag. Ja hoor.
Ik ben er weer. Ja, niet gewoon, maar ik ben er weer om u te vertellen waar u naartoe kunt gaan om heerlijk te eten. Ja, ik had het beloofd dat ik er weer zou zijn, want je weet, langzaam maar zeker gaan de restaurants weer open en dat doen ze natuurlijk onder alle voorwaarden en met natuurlijk ook met inachtneming van alle maatregelen. Want hier bij dit restaurant, ik ga je zo vertellen waar we zijn, is er op elke tafel zo'n alcoholflesje. Je kan sprayen, je kan spuiten. Als je naar binnen komt, moet je temperatuur gemeten worden. Je moet natuurlijk proberen om ook met de andere gasten afstand te houden. Dat zijn allemaal een beetje de regels die nu gelden in restaurants. Het nieuwe normaal, zoals we het noemen. Ik ben vandaag aan de Anamoestraat en ik ben bij een heel nieuw restaurant. Ja, want ze zijn maar 15 dagen open. Dus je moet je voorstellen, het is echt nieuw. Het heeft een spannende naam. Het is K4 Elements. Ik hoop dat ik het niet omgekeerd zeg. Maar we gaan praten met een hele bijzondere meneer. En waarom zeg ik een bijzondere meneer? Hij gaat proberen om Engels te praten, want hij kan alleen Portugees. Of tenminste, hij kan dat het best. Maar dat kan ik juist niet. Dus we gaan proberen het te laten werken. Right, Mr. José? We're going to try to make the English work. Yes. How are you today? Fine, thank you. Everything thank all you right. for having us here at K4 Elements. Pleasure. I was telling everyone that's looking, it's a quite new restaurant because you only opened 15 days ago. Yes, this restaurant, I'm open for the because I need you this in Suriname. Have one restaurant five stars because I put in here the special cooking is coming to Portugal is Pedro is one guy international. Okay. He's coming for the Suriname for the people look what's happening in Portugal. Portugal because No, I have the preparation is special for here. Yes, of course. And now I think one the prats special is the bacalhau. Your bacalhau is coming. Okay, we know bacalhau in Suriname. We also eat it and prepare it in our own way. But I think the Portuguese way is a little different, yes, right? Yes, a little no. Too much difference. Oh, too much difference. Yes. Very different. Because you have 120 fastens the preparation the bacalhau. Oh, okay. In here, every week, I go put three different forms the preparation. Okay. Okay. Every three. Every week. Yes. Three different. Okay. So that's very interesting because we mostly know the bacalhau just fried or maybe cooked a little bit in rice. But you in Portugal, and ik weet dat heel veel mensen van Portugal houden. Ja, vooral de voetballiefhebbers, die vinden het wel leuk om te kijken naar voetbal uit Portugal. Maar nu kun je ook meer leren over het eten van Portugal. Because the cuisine in Portugal has 120 different ways to yes. prepare the bacalhau. Yes. And every week there is another way that you can experience here at K4 Elements. So as you have Pomerac, it's a Portuguese restaurant. But there you have another things. You have the filet mignon, see, it's very, oh, very, very, very okay. good. That's not bacalhau. You have the picanha, is one part Brazilian. Okay. I have the pasta shrimps. Yes. It's very, very good. The people like too much. Okay. I have too much things. So here. Besides the bacalhau, people can eat and enjoy a yes. lot of different dishes yes. here yes. at K4 Elements. Yes. Okay. Yes. Which is your? I'm gonna ask you a personal question. Okay. What is your favorite bacalhau dish? For me, it's bacalhau com natas. What is that? It's the bacalhau and the potatoes is the cream, the milk is very good. Very good. Okay, so in which week will you have that and I will come and taste? Okay. No problem. Besides the dishes, you also have a lot of interesting drinks because Portugal has a lot of different things exactly. to drink. What is very special? What is what is a typical Portuguese drink that we should try it's here? Mateo Rosé. Okay. Yeah, it's very, very good. Very that's, good. That's a wine, right? It's very good wine. Oh, yes. Nice. Okay. And you also have the sangria. Very, yeah? very, yes. It's very, very glass, but it's very, very good. Very good. Okay. You heard him. And what about the sangria? The sangria is special. Eh? Mm-hmm. It's very special. What makes it so special from other sangrias? Because you have
two different sangria. You have the sangria española, you have the sangria Portuguese. The sangria Portuguese, the fruit stay inside the bottle. The sangria de Espanhola is they the fruit. They pour it with it, yes. But, yes. I think is you have, for example, 8 hours the fruit inside the wine. The taste will be more exquisite. Yes. Oh, that's nice. So, one of the things, or maybe the things you surely have to experience at K4 is the sangria. Sangria. The wine. Matteo Rosé. Matteo Rosé and the Bacalhau. Exactly. Am I right? Okay, I also got a nice plate with a lot of snacks, and I also have a Bacalhau. This is pastéis Bacalhau, is it? Pistache Bacalhau. Pastel bacalhau. Pastel bacalhau, yeah, Portuguese name. It's Portuguese, genuinely Portuguese. Really Portuguese, yes. Okay. And then I have just the chicken strips, right? Okay. And the chicken wings. Okay, but after I take the filet mignon, yes, and the screens in the pasta. Okay. I will try the... You please. It is actually a sort of bacalhau pastéje. Ik hou wel van bacalhau, maar eigenlijk hou ik meer van bacalhau Moxalese. Dus, maar even kijken als ik dit ook leuk, ook lekker vind. It's creme inside, is very, very good. Creamy. Yes. Is zacht. Beetje zout. Maar ja, bacalhau is zout, zeg maar. Yes. It's very good. It's nice. Aanrader als snackje. I like it. If the people want to come here to K4 Elements, yes. What is the address? Can you tell us that? And if they want to make a reservation, how can yes, they do that? Yes, need your reservation because it's full. Yeah. It's normal is Friday. Every Friday is Saturday is full. Full. But the rest the days is the problem that the lockdown is I need to close 8 o'clock. Okay. But what is the number they can call on to make a reservation? I have one number special in the card. Okay. And I have in the Facebook. Okay. The Instagram. What is the name of the Facebook page and the Instagram? It's K4 Elements. Elements. Yes. And on Instagram as well? Yes. Okay. Yes. The address is Anna Mustraat 53. Yes. So it's easy to find. It's right across of the big gym. Exactly. So it's very easy to find. Very it is redelijk. Veel parkeerplaats hier, dus ik denk dat je have the parking for the vehicles. Yes, no it's a lot of parking space. Dus ja, je kan eigenlijk best wel hier komen om een beetje iets anders te proeven. We hebben nog iets dat we dus willen laten zien, en dat is dus de wijn. Ik moet even netjes houden, Tom, want je weet, zo'n speciale wijn. How many different kinds of this wine do you have? You have just Matteo Rosé champagne. Yeah. And Matteo Rosé, this quality. Oh, okay. Because you have another Matteo Rosé, but I have it here. You have that in yes, here. So yes. There is you can make a this choice. This is the special wine. But this yes. is the special one. So take a good look. If you come here, then you can just tell the waiter the Matteo Rosé, the one I saw on TV. Thank you very much. Okay, we're waiting on the other dishes, and then I will tell you exactly how that tastes. Okay. Ooh, thank you very much. I thank you, Mr. Jose. Okay, I wish you're welcome. The best of luck with K4 Elements. And we're going to chat a little okay. bit. We're going to thank you very much. Taste some more. So, blijf kijken.
onder het genot van geweldige entertainment. Ja, live entertainment nog wel. Mag jij dus genieten van heerlijke gerechten hier bij K4 Elements. Nou, ik heb gehad een salm. Speciaal uit, of tenminste speciaal gemaakt volgens het recept van Portugal. En ook een filet mignon. Zoals ik heb begrepen, niet echt de signature dishes. Dus eigenlijk de speciale dishes die uit Portugal komen. Maar ze kunnen er echt wel ook wat van hoor, daar in Portugal. Van deze gerechten. Maar als je naar een Portugees restaurant gaat, dan moet je altijd iets proeven met bacalhau. Dus dat weet ik voor de toekomst. Dat weet u ook als u hier komt. Maar voor een iets wat bekendere smaak, ga ik eventjes kijken hoe dit proeft. Ik moet zeggen, salm. Heel mooi versierd. Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Weet jij? Zeewier. Oh, met een kleurtje. De kleuren van de vlag van Spanje. Ook leuk. Er is groente aan de onderkant. Ik hou van groente. Heel leuk. Mensen die echt van salm houden, gaan dit lekker vinden. Ik ben ook echt een salmliefhebber. Thank you so much. De muziek was zo goed op de achtergrond dat ik zelfs vergeten was dat hij naast me stond. Maar dat is het leuke van live entertainment. Dat gaat gewoon door. Het is een beetje ambiance, de sfeer. Die wordt zeker wel verhoogd door deze live muziek. Dan dus mensen die goed hebben opgelet, die hebben ook gemerkt dat ik twee verschillende soorten bestek heb gehad. Hè? Ja, dat wisten ze heel goed. Voor de salm heb ik gewoon een vork en een normaal botermes gehad, om het zo te zeggen. En hiervoor heb ik echt bestek gehad. Dus een iets scherper mes, een ander soort vork. En daar mag ik dus nu mijn vlees mee eten. Mals. Lekker. Niet te zout vooral, want dat is belangrijk. Sowieso moet steak medium wel zijn. Ik denk dat de echte steakliefhebbers daar wel mee zullen het eens zullen zijn met me. Een unieke smaak. En ik hoor vaak mensen zeggen, ja, we willen niet gewoon weer die pasta, die normale pasta hebben. Of ik wil niet gewoon weer normaal een burger hebben met frietjes. Nee, je kan inderdaad wel iets anders hebben. En dat kan je gewoon hier in de binnenstad van Paramaribo aan de Anamoestraat nummer 53. Daar staat dus K4 Elements. Ja, K4 Elements staat dus eigenlijk voor de vier elementen die we kennen in de wereld. En ik weet niet, u heeft het misschien eventjes zien langskomen, want het restaurant die wordt binnenkort geopend. En ook in dat restaurant ga je die vier elementen terugzien. Het is een hele leuke sfeer hier. De ambiance is goed. Er is live entertainment. En het heeft een tintje van Portugal. Tintje? Nee, er is wat meer van Portugal hier te beleven. Dus ik hoop dat u gauw langskomt. Als u zoekt naar een nummer of als u wil reserveren, dan kunt u even kijken op de Facebookpagina van K4 Elements. Of anders ook op de Instagrampagina van K4 Elements. Rest mij nog te zeggen, we zien u heel gauw hier aan de Anamoestraat nummer 53. Ik ga nog eventjes doorgenieten van mijn steak en mijn sangria. Pan-American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan-American Motors. I know you root for Yuko and Doja. Yabasi, this is one. Yabasi, it's me. Adi Shafi, I know Swamke. Say a dream, this is one. A cracker and a cracker. Adi Simudri, this is a gathering. Young and old, old and young. This is a leader. This is me. I hear you. This is me.
Coming soon, exclusive on ATV Networks. Ook deze week hebben we dus een prijsvraag waar je aan kan meedoen. En de prijsvraag van deze week is zoals normaal weer echt heel makkelijk. Het enige dat je moet doen is gewoon het juiste antwoord sms'en naar het nummer 83x7288. Luister even goed, de prijsvraag van deze week die luidt als volgt. Als het geen schrikkeljaar is, hoeveel dagen heeft februari dan? Is dat A, 31 dagen? Is dat B, 30 dagen? Of is dat C, 28 dagen? Ken jij het juiste antwoord? Dan mag je dus de letter daarvan, letter A of letter B of letter C, sms'en naar het nummer 83x7288. Heb je het juiste antwoord ge-sms en wordt jouw nummer uitgekozen als het winnend nummer van deze week, dan kom je in aanmerking voor een heel leuk prijzenpakket dat gesponsord is door ATV. Are you ready? Ready for the number one soup in Suriname? Sa city so, sa lekker so, nyonyo soup uyae. Mama noodle, sa city so, mama noodle, sa lekker so no, mama noodle. Also for the left of the sodorje, mama noodle. Ayu ani kanyame, mama noodle, sa city so, mama noodle. Oma se filote, mama noodle. Kanta se filote, mama noodle. Handa sama lote, mama noodle. Pan-American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan-American Motors. Coming soon, exclusive on ATV Networks. En ja, lekker is maar één vinger lang, zeggen ze. Maar ik troost mezelf altijd en ik troost jullie ook altijd door te zeggen, weet je, WhatsApp is er elke week. Dus zorg ervoor dat jij gewoon elke donderdagavond om 8:00 PM afgestemd bent op ATV 12.1 om dus te kijken naar WhatsApp. Zij het gewoon een reguliere uitzending of zij het een live uitzending. We doen altijd leuke dingen en ik probeer ook altijd jou iets te vertellen wat jij misschien nog niet wist of meer te vertellen over iets dat jij al wist. Deze week heb je dus gehoord dat de ondernemersschool gestart door, of tenminste het georganiseerd wordt door Stichting Father Mother Figure binnenkort gaat starten. Denk erover na. Je hebt nog amper 2 weken om je op te geven. Dus ga even na als jij die investering wil doen om eigenlijk later nog te genieten van dat waarin je hebt geïnvesteerd en dat wat jij dus kan neerzetten. Verder gaan we dus ook laten zien waar je naartoe kan gaan om te eten, om te chillen. Niet gewoon Surinaams te eten, maar lekker eten vanuit een ander land. Een land waar heel veel mensen van houden, denk ik. Vooral de voetballers. Ja, ik heb het over K4 Elements. Ja, als je daar wil gaan eten, het is zeker een aanrader. Het eten was heerlijk. Ja, ik moet even pauzeren om te zeggen hoe heerlijk het was. Want het was echt lekker. Dus als jij zegt, dit weekend wil ik gewoon lekker gaan smullen ergens, dan is dat zeker de place to be. Aan de Anamoestraat is het, yes. Aan de Anamoestraat. Ik ben gekomen aan het einde van deze aflevering. Ik zou willen zeggen, zorg ervoor dat je je nog steeds houdt aan de regels. Ja, ik zie dat mensen zich niet meer zoveel druk maken. En het klopt misschien wel dat de nieuwe variant van COVID een beetje milder is. En dat je niet zo ziek wordt. Maar ja, wie wil nou ziek zijn? Ik wil niet echt ziek zijn.
Dus ik zou willen zeggen, zorg ervoor dat jij je ook gewoon gezond houdt. Zorg ervoor dat je je weerstand opboost. Dat wil zeggen groente eten, fruit eten, gezond leven, sporten. Maar als je op plekken bent waar er veel mensen zijn, hou afstand. Trek je mondkap aan en altijd je handen wassen en of sanitizen. Ja, dan kan het leven eigenlijk gewoon weer verder gaan. Gewoon weer leuk verder gaan. Dan kunnen we eigenlijk gewoon bijna alles weer doen wat we gewend zijn om te doen. Je hebt gezien, vandaag had ik gasten. Mocht het zijn dat jij iets hebt om te vertellen. Mocht het zijn dat jij ook in ons programma wil komen. Om aan heel Surinamer te vertellen wat jij doet, wat jij hebt. Of gewoon wat er gaat gebeuren. Maak contact met ons. Dat kan je doen door te bellen op het nummer 40-24-25. Maar je kan ons ook een e-mail sturen op het e-mailadres whatsapp@atv.sr. Iedereen is tegenwoordig op Facebook, wij ook. Dus je mag ook onze Facebookpagina liken. Dat is de Facebookpagina van WhatsApp. En als je daar een berichtje stuurt, dan gaan mijn collega's dus natuurlijk ook contact met je maken. Zodat jij misschien ook jouw vraag beantwoord krijgt of bij ons langs kan komen. Ik heb al een heleboel gesproken voor deze aflevering. Volgende week ben ik er weer. Dus zorg ervoor dat je dan ook weer afgestemd bent. Maar als je de informatie van deze aflevering nog een keer wil zien, of wil weten waarover we allemaal hebben gesproken, wat je misschien laat hebt aangedaan, dan kan je kijken naar de herhaling van deze aflevering. En dat is op de vrijdag om 3:00 PM op ATV 12.2. Let op, ja? Rest mij nog te zeggen, een hele goede avond. Een heel fijn weekend toegewenst voor de komende dagen. Mijn naam is Cheryl van Eer. Ik groet en ik zeg tot de volgende keer. Dadaa!